the world you've grown. Few more years to go. Don't let the hurdle fall. So be the girl you loved. Is dat nou dat leeg zwembad? Ja, of niet? Ja, deze. Ja, ja, precies. De atelier is eigenlijk een kleedkamer van het zwembad geweest. Ja, 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 dat is ook een heel raar idee. Ja, heel raar idee. Ja. Ja. Maak je dan een foto van terwijl het is hier om de hoek? Ja, het is om de hoek, ja. Maar dat is gewoon... Kijk, dan ga ik van mijn atelier naar huis en dan denk ik... Wow, wat ziet het er nu mooi uit. En dan maak ik even snel met mijn iPhone een fotootje. En dan denk ik, dit ligt dan weer een tijd. Zonder dat ik er naar omkijk. En in één keer kom ik die foto weer tegen. En, denk, oh. En de foto, heeft die heel erg invloed op hoe je het schildert? Want soms als je lensje beslagen is van die iPhone... dan krijg je een beetje dat wazige wat hier in zit. Maar heeft dat, speelt dat mee? Of is de ene keer wel, de andere keer niet. Soms ga ik het bewust een beetje zitten bewerken op mijn computer. Ja. Omdat ik dan denk van, ja, dat beeld is interessant... maar ik moet nog wat kleurideeën hebben. En nou, soms heb je een foto gemaakt en je denkt... ah, daar kan ik wel op voortborduren. Ignore everybody else. We're alone now. Always. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Dat is dan je achtertuin. Ja. En dit is dan op weg naar het zwembad? Nee, ja, nou, dit is op weg naar de crash. Daar brachten mijn kinderen naar de crash. Ja, maar dat vind ik wel heel mooi. Dat is de onderwerpen, gewoon achtertuin, op weg naar de crash. Ja. Je maakt een foto en dan vanuit die foto gaat een schilderij ontstaan. Ja. Die ook volledig afwijkt weer van de foto. Ja, meestal wel, ja. Ja, ja, want dan, fotorealisme vind ik echt niet interessant. Dat wil ik niet. Nee, maar je zoekt een bepaalde sfeer. Wat ik zoek is een beetje iets ondefinieerbaars. Juist dat je even niet goed weet van, hey, waar kijk ik eigenlijk naar? Ik heb steeds een beetje hetzelfde gezocht. Dat er een soort lading eigenlijk in zit. Dat je niet goed weet van, hey, wat gebeurt daar? Of wat is er net gebeurd? Een beetje invloed van film, denk ik ook wel. Wat is dan het woord inspiratie voor jou? Wat betekent dat? Nou, inspiratie. Ik heb een docent gehad op Minerva die zei: inspiratie, dat is onzin. Op inspiratie moet je niet gaan zitten wachten. Je moet gewoon aan het werk gaan. Ja. En dat is wat ik altijd. Komt ook alleen als je lekker gewoon. Precies, komt ook alleen als je aan het werk gaat. Ja, lekker nuchter inderdaad. Suddenly I'm hit. It's the darkness of the dawn. And your friends are gone. And your friends won't come. Ik kan ze bijna wegblazen. Ja, maar dat vind ik ook belangrijk. Dat dat dan ook echt heel verfijnd is geschilderd. Ja, want anders, als je dat heel vluchtig gaat zitten schilderen... dan is het idee weg. Het is eigenlijk een beetje een banaal beeld. Hè? Het is zo'n ene huisje. Maar ik vind het dan belangrijk dat je dat juist dan heel nadrukkelijk schildert. Als ik het ook vluchtig zou gaan schilderen, ja... Nou, dan loop je er ook weer aan voorbij. Vind je veel van dat soort plekken hier in Groningen? Is het een poëtisch mooie stad voor jou? Ja, eigenlijk wel. Het voordeel van Groningen is dat het er nog lekker rustig is. Dat is bijvoorbeeld heel prettig. Ja. Je kan je makkelijk afsluiten. Kijk, als je in Amsterdam bent. Dat meer schilders gezegd hier, ja. Dan word je van alles bewust. Alle openingen, alle tentoonstellingen. En als je hier bent, moet je je er toch voor afsluiten.